Telepsy uit Maastricht biedt onder andere een applicatie voor diagnostiek op basis van een gevalideerde en genormeerde vragenlijst. Telepsy is een jonge, innovatieve organisatie. Wij ontwikkelen software voor zorgverleners, zodat zij beter en goedkoper hun werk kunnen doen. Daarbij kun je denken aan digitale tests en vragenlijsten, maar ook aan het verbeteren van de communicatie tussen zorgverleners onderling. Alsmede, in 2015 gaan we daarmee starten, tools voor een e-health behandeling. Uit onderzoek blijkt dat mensen eerlijker antwoord geven aan een computer dan aan een persoon. Deels komt dat door het anonieme karakter van het internet. Daardoor kan eigenlijk een zorgverlener door gebruik te maken van gedigitaliseerde vragenlijsten binnen de diagnostiek, heeft die zorgverlener eigenlijk veel meer informatie ter beschikking. Dus de kwaliteit van de diagnostiek gaat niet alleen omhoog, maar het bespaart daarnaast ook tijd. Want in plaats van zelf alle vragen te stellen, worden die vragen nu gesteld door een computer en de resultaten kunnen worden gecontroleerd door de hulpverlener. Het is dus nadrukkelijk niet bedoeld om de hulpverlener te vervangen, maar het is een ondersteunend instrument waardoor deze zijn werk beter en efficiënter kan inrichten. Wij hebben ongeveer in Nederland zo'n 1100 GGZ-instellingen en praktijken die met onze software werken en in de huisartsenzorg ongeveer zo'n 600 huisartspraktijken. Binnen de somatiek sluiten ook steeds meer privéklinieken en ziekenhuizen zich bij ons platform aan. Ik ben Bram de Wit, ik ben meer dan 20 jaar huisarts hier in Heerlen en ik doe strategieontwikkeling voor de huisartsengroep. En dat betreft 130 huisartsen die beleid uitzetten hoe ze in de toekomst verder gaan met het huisartsenvak. Telepsy is een heel belangrijk instrument, omdat wil je echt mensen goed kennen en als huisarts denk je altijd ik ken ze goed, dan moet je toch nog vragen stellen die je liever niet stelt. Vooral als je mensen al heel lang kent, vraag je niet, heb je een verslaving? Dat blijkt ook uit onderzoek dat huisartsen dat steeds moeilijker vinden, hoe langer ze patiënten kennen. Maar patiënten vinden het ook moeilijk om dat soort onderwerpen aan te kaarten, vooral als ze de huisarts heel goed kennen. En op telepsy merk je heel duidelijk dat ze ineens dingen vertellen die je eigenlijk nooit wist als huisarts. Een ander voordeel is dat wij nu een praktijkondersteuners hebben en dat zijn psychologen. En doordat we telepsy doen, kunnen die psychologen veel efficiënter werken. Want die testen worden door de mensen thuis ingevuld. En dus die tijd zijn wij niet kwijt. En de resultaten die worden besproken met die mensen. Hier door de praktijkpsycholoog. En dat geeft ook de praktijk een enorme meerwaarde. Want mensen zeggen, nou bij die praktijk kan je dit doen, dat doen. Je hebt telepsy, je krijgt een goede doorverwijzing. Mensen vinden het ook heel prettig. Op de allereerste plaats is ons systeem heel erg gebruikersvriendelijk. Wij ontwikkelen die content deels ook zelf, waarbij we met adaptieve vragenlijsten de aard en ernst van de klachten heel goed in kaart kunnen brengen. Adaptief wil zeggen dat de vragenlijst zich automatisch aanpast aan de antwoorden van de cliënt. Nou, stel je voor een patiënt komt bij de huisarts en er is sprake van depressie, althans dat wordt vermoed. Dan kan het systeem bijvoorbeeld vragen naar de hoofdkenmerken van depressie. Dat moeten zijn sombere klachten en interesseverlies. Is het antwoord daarop nee, dan kunnen we doorgaan naar het volgende onderwerp. Is het antwoord daarop ja, wil nog steeds niet zeggen dat iemand depressief is. Maar dan gaan we kijken naar andere kenmerken van een depressie om te proberen vast te stellen of er sprake zou kunnen zijn van een depressie. En dit bespaart de zorgverlener ontzettend veel tijd, omdat hij dit niet allemaal zelf hoeft uit te vragen, maar eerder de resultaten van het systeem kan checken op basis van zijn eigen klinische blik.